Gemeente West Maas en Waal dreigt bijna 2 miljoen gemeenschapsgeld te verspillen door een te snel getekend contract. Het kan nog wel eens een dure grap worden voor de gemeente West Maas en Waal. Enige tijd geleden zetten zij een streep door de opvang van 30 Oekraïense vluchtelingen in Maasbommel, maar het contract met de verhuurder van een pand was al getekend. Ook de nieuwe opvanglocatie in Wamel staat op losse schroeven, dat van dezelfde eigenaar is. Als ook dit niet doorgaat, verspilt de gemeente hiermee 1,8 miljoen euro gemeenschapsgeld per jaar. Een totaal van 130 wat de gemeente op dit moment nu opvangt. En in het voorjaar van 2023 ben ik benaderd door de gemeente van hey, kunnen we dit uitbreiden naar 160? En daar hebben we op gereageerd en zijn we met een aantal voorstellen gekomen. Eerst zijn de contracten getekend. Toen is men mondjesmaat naar omwonenden en bewoners gegaan. En als laatste, en met name toen het in Maasbommel misging, is men naar de raad gekomen. En toen gaf het college aan van nou, het is geen probleem als dat niet doorgaat, want dan gaat dat contract gewoon niet door. Maar maanden later bleek dat men al een contract had getekend en dat het niet zomaar te ontbinden was. Maar hoe kan het dat het zo is gelopen? De communicatie naar de buurt is naar mijn idee niet gegaan zoals het had gehoord. Nou ja, wij worden als raad wel geacht om beslissingen te nemen. En ook die beslissingen over die overeenkomsten die zijn gemaakt, daar is de raad helemaal niet in gekend. En ik zeg al, bij het contract in Maasbommel werd gezegd van nou ja, nee, dat ontbinden zal geen probleem zijn. Dus ja, we stonden eigenlijk als raad buitenspel, zo gezegd. Nadat Karan de panden heeft gekocht, krijgt hij ineens te horen dat de opvang niet doorgaat. Ik ben kort nadat ik de mededeling heb gekregen, ben ik een kort geding gestart. Van ja, gemeente, ik ben het er niet mee eens. Ik heb mijn nek uitgestoken, ik heb risico genomen. En je moet je aan je afspraken houden. Het ook dat de rekening, en die kan fors oplopen, die komt naar de gemeente. Ja? En dat kunnen alle inwoners kunnen dat gezamenlijk betalen en dat kan in de miljoenen lopen. Je praat over ton, anderhalf ton per maand en de eindtijd is onbekend. Nu is het zo dat wij in gelijk zijn gesteld, dus financieel ga ik niet meer op achteruit. Maar het doet je pijn dat je gewoon je projecten niet kan afronden. En je zit gewoon in een heel vervelende situatie. Gewoon de manier waarop de gemeente dit niet professioneel heeft aangepakt. Dat wekt grote verbazing tot zelfs woede. Ja, van hoe kan zoiets nou gebeuren? De opvang in Maasbommel is definitief van de baan. Maar in Wamel wordt er nog gekeken naar de mogelijkheden. En nu is men in Wamel in ieder geval nog in gesprek met de omwonenden om toch te kijken van, nou ja, hoeveel draagvlak is er? Wamel loopt nog, ja. Ik kan er nu nog niet zoveel over zeggen. Maar de gemeente is daar leidend in. En ook hiervoor, de communicatie dient toch echt de gemeente te doen. Het college van burgemeester en wethouders is vandaag niet in de gelegenheid om te reageren. Het krijgen van een hulphond is makkelijker gezegd dan gedaan. Shanna, wonend in een zorgflat in Nijmegen, heeft bij haar geboorte een hartstilstand van 14 minuten ervaren, waardoor ze nu cerebrale parese heeft. Deze gebeurtenis betekent het begin van zware gevolgen voor de rest van haar leven. Om meer zelfstandigheid in haar leven terug te krijgen, wil Shanna graag een hulphond. De zorgverzekeraar weigert dit te vergoeden en dus moet Shanna het enorme bedrag van 22.000 euro zelf maar ophoesten. Hiervoor heeft ze nu hulp gevraagd aan anderen door middel van een crowdfunding. Ik heb cerebrale parese, is een heel moeilijk woord, maar spasmus en ja, je lichaam die gaat hoe ouder dat je wordt, ja, hoe slechter dat je lichaam functioneert. Shanna's zus kijkt met onvrede op de situatie. Ja, dat is natuurlijk heel schrijnend om te zien, machteloos, want je kunt haar eigenlijk niet helpen. Door middel van deze crowdfunding heb ik het gevoel dat ik toch iets kan betekenen. Ik hoop echt dat die hulphond er komt, waardoor ze wat meer zelfstandigheid terugkrijgt. Hulphond Nederland is hier al geweest. Ze hebben een hele screening gedaan. Ze hebben samen met ons de aanvraag bij de zorgverzekeraar gedaan. En zij zien de meerwaarde duidelijk wel voor Shanna, voor een hulphond. Vandaar dat ze nu ook openstaan om ons daarbij te helpen. Dan kan ik mijn lichaam, hoef je dan minder te belasten. Hulphond Nederland financiert zelf het overige gedeelte. Zelf moet ze nog een aardig bedrag aanvullen.
22.000 euro. Stichting Hulphond had al aangegeven dat het de eerste keer bijna altijd wel wordt afgewezen. Dus daar hadden we rekening mee gehouden. Alleen, bij het bezwaar wat we ingediend hebben, hebben ze het weer afgewezen. De eerste keer omdat ze aangeven dat Shanna een functionele rechterarm heeft. Nou ja, die is in die hoedanigheid functioneel dat die zwaar overbelast is en eigenlijk dus bijna niets meer kan doen op dit moment. En toen gaf ze aan dat het vooruitzicht is dat Shanna achteruit zal gaan, meer aanspraak zal moeten maken op zorg en de hulphond dan helemaal geen meerwaarde zou hebben. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. I Love Nijmegen, die om de zoveel tijd een goed doel steunt, heeft dit keer zijn aandacht gevestigd op de hulphond voor Shanna. Nou, op dit moment zijn we natuurlijk pas net mee gestart. Met ilovenijmegen.nl kiezen we eigenlijk ieder half jaar een nieuw goed doel uit. En toen ving ik op via Deborah het verhaal van Shanna. En dat greep eigenlijk mij en ons gewoon zo erg aan dat we zoiets hadden van ja, weet je, daar moeten we wat mee. Dus wij gaan in ieder geval voor het aankomende half jaar gaan we een gedeelte van onze omzet gaan we doneren aan Shanna. Zodat zij de hulphond rond kan krijgen. Het provinciebestuur van Gelderland trekt de stekker uit de omstreden railterminal bij buurtschap Reet, omdat geen bedrijf de exploitatie op zich wil nemen. Toch gooit de provincie de deur voor het project nog niet definitief dicht. Zo geven ze aan nog met de Gelderse politiek om de tafel te willen. Komt hij terug op eerder gemaakte afspraken over onder meer de financiering, dan is er nog een kleine kans dat het project alsnog door kan gaan. Volgens het provinciebestuur is er op dit moment al 15 tot 20 miljoen euro uitgegeven aan het project. Het totale kostenplaatje zou uitkomen op 65 miljoen euro. Wil je een carrière switch maken, maar weet je nog niet wat? Aanstaande woensdag staan vakambassadeurs in de Vasum klaar om alles te vertellen over hun werk en kom je erachter hoe ook jij de baan van je dromen kunt krijgen. We hebben een Ontdek je werkplekmarkt en die hebben we samen georganiseerd met het regionaal mobiliteitsteam in Nijmegen. Wij zijn zelf van de vakbeweging en de vakbeweging is een samenwerking van CNV en FNV. En in de mobiliteitscentra, daar werken wij ook in samen, daar begeleiden we mensen naar werk. Mensen die bedreigd zijn met ontslag of mensen die al werkeloos zijn met een bijstandsuitkering, met een WW-uitkering. Eigenlijk iedereen die op zoek is naar ander werk. Ander werk zoeken is best lastig. Ook als je al een paar jaar gewerkt hebt. Veel mensen hebben dan ook het twijfel van, goh, wil ik dit blijven doen tot mijn 70ste? En die kijken vaak verder, maar verder kijken is best lastig. En daarvoor hebben wij vakambassadeurs uitgenodigd. Ja, eigenlijk zijn dat gewoon werkende. Mensen uit allerlei beroepsgroepen. En die komen hier en die vinden het leuk om iets over hun werk te vertellen. Dus het is een hele mooie plek om je te oriënteren op ander werk. Echt van slager tot grafisch ontwerper, tot pedagogisch medewerker, coördinator zorg. Het is aankomende woensdag 24 januari, van 4 tot 7, hier in dit gebouw, in de Vasum in Nijmegen, kolk nummer 15. En tot slot NEC. De Nijmegenaren namen het zaterdag in de Goffert op tegen Twente. Al snel kwam de ploeg van Rogier Meijer op 1-0 voorsprong en die lieten zij zich niet meer afnemen. De 3 punten bleven dus in de Goffert en dat zet NEC momenteel op een mooie 7e plek in de Eredivisie. Zwemmen als een vis of dansen als een aap, het is mogelijk bij het dierenbeweegpad in Winsen. Deze paden zijn gerealiseerd om kinderen via school met hun ouders of met opa en oma in de buitenlucht te laten leren. Het is het tweede dierenbeweegpad in de gemeente en het zal ook niet de laatste zijn. Vorige week hebben we het dierenbeweegpad hier in Winsen geopend. Dat is het tweede dierenbeweegpad hier in de gemeente Beuningen. Met als doel om peuters, kleuters en hun ouders, verzorgers een ommetje te laten lopen. Het dierenbeweegpad is een route van rond de kilometer die peuters en kleuters met een fietsje, een loopfietsje of een step of te voet kunnen afleggen. En elke 100 meter is er een stoeptegel te vinden waarop een opdracht staat, een dierenopdracht. Dans als een krab, huppel als een paard, spring als een kikker, dat soort opdrachten. De route bevindt zich op een ideale plek voor de kinderen. De dierenbeweegroute start hier bij Kindcentrum De Wegwijzer. En daar zit de kinderopvang en de school zit in dit gebouw. Dus zij zijn ook echt voornemens om deze route vaak te gaan lopen. Juist even als tussendoor beweegmomentje, om dat op die manier in te zetten. En daarnaast kunnen ook ouders en opa's en oma's zelf natuurlijk de route lopen. Gewoon op een vrij moment. En het was heel erg leuk, want vorige week hadden we de opening.
En toen waren er 70 kinderen van het kindcentrum aanwezig, die samen een lintje hebben geopend en daarna de route mochten lopen. De twee dierenbeweegpaden worden enthousiast ontvangen door de kinderen en de ouders en de andere bezoekers. Allebei de beweegpaden worden goed gebruikt. En ik krijg zelfs verschillende mailtjes van ouders met het verzoek: mag er bij ons in de wijk ook een dierenbeweegpad lopen, komen? Want er is er nu eentje, maar daar moeten we naartoe rijden en dan gaan lopen. Dus er is echt wel vraag naar. Er komen in ieder geval nog twee dierenbeweegpaden. Dus daar gaan we nu mee beginnen. En dan nog even de social media. Studentenblad Fox meldt dat Radboud Rock dit jaar niet doorgaat. Het festival op het terrein van de universiteit vindt doorgaans plaats in het voorjaar en programmeert doorgaans middelgrote nationale artiesten. De universiteit laat weten het rustiger aan te willen doen om zo ruimte te creëren om na te denken over de toekomst. Naast Radboud Rocks zal ook de Dies Natalis niet doorgaan en ook het Radboud Café tijdens de Vierdaagse wordt dit jaar overgeslagen. Afgelopen vrijdagavond waren er weer massale controles op station Nijmegen, dat meldt de gemeente op Facebook. Er zijn in totaal 126 bekeuringen uitgedeeld, onder meer voor reizen zonder vervoersbewijs, over de toegangspoortjes heen springen, alcohol drinken op straat en bedelen. Verder werd er een mes in beslag genomen en werden 3 personen aangehouden omdat zij werden gezocht door de politie. En de gemeente Mook en Middelaar vraagt inwoners om mee te denken over de toekomst van de gemeente. Om te zorgen dat er in de toekomst bijvoorbeeld voldoende starterswoningen zijn, moet de gemeente nu keuzes maken. En die worden opgenomen in de omgevingsvisie. Inwoners die hieraan willen bijdragen, worden gevraagd een vragenlijst in te vullen op de website omgevingsvisiemookenmiddelaar.nl. Na een wat onstuimige dag klaart het vanavond op de meeste plekken op, maar een enkele bui is niet helemaal uitgesloten. Morgen overdag begint de dag droog met wat zon. Later op de dag krijgen we met een nieuw regengebied te maken en trekt ook de wind weer wat aan. Het wordt daarbij zo'n 11 graden. De dagen erna krijgen we meer van hetzelfde. Woensdag begint juist onstuimig en nat, waarna het in de middag opklaart en de wind afneemt. Donderdag vallen er ook enkele buien, maar is het vaker droog. De temperatuur blijft deze dagen in de dubbele cijfers liggen. Tot zover het RN7 regionieuws van maandag 22 januari. Kijk voor het laatste nieuws op rn7.nl en volg ons ook even op de sociale media. RN7 is sinds kort ook te vinden op de media TikTok en Threads, dus zorg dat je ons daar ook even volgt. Voor het snelste nieuws en de meest exclusieve content. Wij zijn morgen weer bij je terug, dus graag tot dan.